Aan de orde is het twee minuten debat ontwikkeling in zaken de tarieven van tolken en vertalers. Ik heet van harte welkom de minister van Justitie en Veiligheid. Ik heet welkom de Kamerleden. Ik doe een beroep op de Kamerleden. Probeer het, als het even kan, zo kort mogelijk te houden. We hebben 30 twee minuten debatten in korte tijd. Dus als het kan, beperk het tot het indienen van de moties en mogelijk één of twee vragen aan de minister. En ik zal daar ook aan de minister vragen om, als het kan, zo kort mogelijk de vragen te beantwoorden en de moties te appreciëren. Ik geef als eerste het woord aan de heer Van Nispen en hij spreekt namens de fractie van de SP. Voorzitter, de tolken en vertalers zijn cruciaal in onze rechtsstaat, maar worden al jaren uitgeknepen met veel te lage tarieven. Ze zijn overgeleverd aan de grillen van de markt, maar marktwerking gaat deze problemen niet oplossen. Eigenlijk moeten we de multinationals er tussenuit gooien en de tolken en vertalers rechtstreeks vanuit de overheid opdrachten verstrekken en eerlijk belonen. Maar voor vandaag, voorzitter, dien ik de volgende moties in. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de gemiddelde duur van tolkdiensten bij rechtbanken kort is, waardoor met name gerechtstolken getroffen worden door de lage tarieven van tolkdiensten en de recente plannen van de minister hier geen oplossing voor bieden. Verzoekt de regering het minimumuurtarief van de gerechtstolken te verhogen en de voorrijkosten niet af te schaffen, om er zoveel te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde gerechtstolken beschikbaar zijn, nu en in de toekomst. En gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er geen voorstellen liggen om ook maar enigszins tegemoet te komen aan de te lage tarieven van de vertalers en dat opdrachtgevers nu bijvoorbeeld het lettergrootte kunnen verkleinen om het aantal regels kunstmatig laag te houden. Verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk een aanvullend onderzoek op de vertaalmarkt uit te voeren en daarbij ook te kijken naar de situatie in andere landen met als doel objectief vast te stellen hoe een redelijke vergoeding voor vertalers kan worden bereikt. Er gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat organisaties die verplicht zijn om C1-niveau tolken en vertalers af te nemen in maar liefst 18% van de gevallen uitwijken naar tolken en vertalers van een lager niveau. Overwegende dat dit dus jaarlijks om vele duizenden zaken gaat waarbij het risico groot is dat niet de wenselijke kwaliteit wordt geleverd. Verzoekt de regering met voorstellen te komen hoe op korte termijn de afname van C1-niveau tolken en vertalers kan en zal toenemen en de Kamer hierover te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, het zijn slechts zeer bescheiden voorstellen die ik hier doe vandaag. Maar ik kijk ook naar draagvlak en politieke realiteit. En ik doe een beroep op de collega's, want gerechtstolken en gerechtsvertalers, die verdienen het om een eerlijke vergoeding te krijgen. Dat is van belang voor onze rechtsstaat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Nispen. Dan geef ik het woord de heer Elian Schut van Nee. En de tweede en laatste spreker van de zijde van de Kamer zal dan zijn de heer Sneller. En hij spreekt namens fractie van D66. En ik heb één motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat gerechtstolken een bijzondere positie innemen omdat de lengte van de tolkdiensten die zij verlenen bij rechtbanken vaak relatief kort is. Overwegende dat door deze specifieke kenmerken gerechtstolken bovengemiddeld benadeeld worden door het niet langer vergoeden van de voorrijkosten, verzoekt de regering in het licht van hun bijzondere positie bij het uitschrijven van de aanbesteding voor gerechtstolken het inschrijftarief zodanig te verhogen en de voorwaarden dusdanig aan te passen dat het schrappen van de voorrijkosten geen nadeel meer oplevert voor de gerechtstolk en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door collega Elian. Dank u wel, meneer Sneller. Dan kijk even naar de minister. Die heeft 3 minuten nodig. Ja, we wachten nog even tot ze in print komen. Dat zal niet heel lang duren, maar dan schors ik tot, wat zal zijn, 4:55. Dan hebben we 3,5 minuut. Dat moet ruim voldoende zijn. Ik schors voor een enkel moment.
De minister had geen 3,5 minuut nodig, maar heeft het eigenlijk binnen 2 minuten gedaan. Dus ik geef het woord aan de minister van Justitie en Veiligheid voor haar appreciatie van de moties. De minister. Dank u wel, voorzitter. En het waren ook overzichtelijke moties. We hebben ook lang gesproken over dit onderwerp en terecht. En ik begrijp ook waarom deze moties zijn ingediend. Ik zit nog naar de heer Sneller te zoeken, maar die luistert vast mee. Ik begin met de moties van de heer Van Nispe. Zijn eerste motie die vraagt inderdaad om minimumtarief integraal anders in te richten dan wat we nu hebben gedaan. Dus de heer Van Nispe weet dat ik die ga ontraden. Zijn andere twee moties, daar kan ik wellicht ook dan kort over zijn. Die krijgen allebei oordeelkamer, dus motie 2 en 3. Die vragen ook naar gedegen onderzoek om op de vertaalmarkt uit te voeren en om ons heen te kijken naar andere landen. Dat lijkt mij echt een goed idee. En ook op een korte termijn de afname van C1-niveau tolken. Om dat met voorstel te komen hoe we dat kunnen voorkomen en eigenlijk zal toenemen en de Kamer hierover te informeren. Dus ik maak er een rommeltje van zijn dictum, maar die is wel heel overzichtelijk en die krijgt zeker oordeel Kamer. En dan ben ik bij de heer Van Nispe, heeft daar nog een vraag over? Want even kijken, motie 1 in elk geval ontraden, motie 2 en 3 oordeel Kamer. Ja. De heer Van Nispe. Ja, voorzitter, ik constateer inderdaad motie 2 en 3 oordeel Kamer. Dus dat stel ik op prijs. Ik hoop dat de collega's daar dan ook voor stemmen. Maar ik heb wel een motie of een vraag over de motie die is ontraden. Want ik vind dat toch teleurstellend. Want de minister weet volgens mij inmiddels ook prima hoe die markt in elkaar zit. Het is helaas een markt, hè, van de gerechtstolken. Maar dus dat gerechtstolken, hen is eigenlijk onrecht aangedaan. Al die jaren een veel te lage vergoeding. En de verhoging die de minister heeft voorgesteld, die pakt voor heel veel tolken goed uit. Maar voor gerechtstolken gewoon absoluut niet. Omdat zij slechts een half uurtje kunnen tolken op een rechtbank als het mee zit. Maar de stijging van het tarief komt voor hen dus niet aan, omdat de voorrijkosten tegelijkertijd worden afgeschaft. Er is verschil tussen de betaling die per minuut plaatsvindt en met uitzondering van het eerste half uur. Kortom, de optelsom makend gaan zij er gewoon 35% op achteruit. En dat is natuurlijk onacceptabel. Deze motie probeert daar iets aan te doen. Ik begrijp niet goed waarom vanwege het grote belang van de gerechtstolken in onze rechtsstaat deze motie dan geen oordeelkamer krijgt. De minister. Voorzitter, ik begrijp de problematiek die wordt aangekaart. En ik wilde net overstap maken naar motie 4, die ook dezelfde problematiek wel aanhaalt. En die wilde ik oordeelkamer geven, waarbij ik denk dat het dan dichterbij binnen de de elementen die we met elkaar hebben afgesproken, van ik weet dat de heer Van Nispe een deel deelt en een deel niet, dat weet ik. Daarom zei ik ook van dit hebben we uitvoerig besproken. Ik denk niet dat we er helemaal uitkomen. Maar met motie 4 oordeel Kamer te geven, hoop ik dat ik ook een deel tegemoet kom aan wat de heer Van Nispe beoogt. Nog één opmerking of vraag van de heer Van Nispe. Ja, voorzitter. Dat zou ook een mooie stap kunnen zijn. Dus dat is goed. Maar dan nog zijn we er nog lang niet. Dan is het reparatiewerk van iets wat eigenlijk al die jaren verkeerd is gegaan. En dat komt mede door de marktwerking. En wat mij toch opvalt, voorzitter, en daarmee rond ik deze vraag af, is dat marktwerking in de antwoorden van de minister wordt gepresenteerd als een oplossing voor alles. Maar die tolk of vertaler die moet het als een klein duimpje opnemen tegen de multinationals. Dat is geen doen. Die marktwerking die gaat niet werken op dit terrein. En we weten ook dat marktwerking niet moet. Dat bleek uit het advies van de parlementaire advocaat. Dus ik roep echt de minister op om ook na dit debat het zomerreces misschien te gebruiken om dit te laten bezinken. Met de mensen ook in gesprek te gaan die hier weer in grote getale op die publieke tribune zitten. Om ervoor te zorgen om die marktwerking uit het systeem te slopen. Want het zorgt voor geldverspilling en het zorgt voor oneerlijke behandeling van die tolken en vertalers. Alsjeblieft minister, doe daar wat aan. De minister. En voorzitter, ik heb al gesprekken gehad en die blijf ik ook graag voeren. Het is een hele belangrijke beroepsgroep voor onze samenleving, voor onze rechtsstaat. Als fundering voor de rechtsstaat. En ik begrijp ook nogmaals heel erg goed waarom we ook dit debat op dit moment hebben met deze moties. En het gaat uiteindelijk over het inkomen van deze mensen en een veel grotere groep. Het is ook heel belangrijk en ik hoop dat ik de heer Van Nispe in voorgaande debat ook heb kunnen laten zien dat ik niet een soort van blind vertrouwen heb dat het allemaal wel goed komt. Ik denk dat deze stappen die we zetten verstandige stappen zijn, maar we zullen ook met elkaar blijven monitoren en goed in de gaten houden wat de uitwerking van de stelselherziening is. Dus daar zijn we ook gewoon allemaal zelf bij. En ik weet dat de heer Van Nispe, maar ook de aanwezige woordvoerders uiteraard van andere partijen, ons er ook scherp op zullen houden. En die monitoring is het om, trouwens, misschien ook nog wel goed, voorzitter. Ik weet dat ik het kort moet houden, maar om die goede resultaten te kunnen hebben uit de monitoring is het wel belangrijk dat we nu kunnen doorgaan met het afronden van de aanbestedingsprocedures, zodat we dan die stappen vooruit. En we zullen het op die manier met elkaar in de gaten houden. En nogmaals, ik hoop met motie 4 ook oordeel Kamer te geven,
ook het ongemak wat er was bij specifiek deze tolken, dat we die ook enigszins kunnen wegnemen. Dank. Dank ik de minister van Justitie en Veiligheid. Ik dank de Kamerleden. Ik dank de mensen op de publieke tribune. Schors ik de vergadering voor een enkel moment. En dan gaan we zo meteen verder met behandeling van de voorduringswet artikelen 2c en 4wvb. Ik schors de vergadering voor een enkel moment.
Als iedereen zo vriendelijk wil zijn zijn of haar plaats in te nemen, dan heropen ik de vergadering. Aan de orde is de behandeling van de voortduringswet.